Burgemeester van Mont Katrien. Wat gaat hier precies gebeuren tijdens de tour? Hooggetreinen gaat een heel Frans dorp worden. Mont Katrien. En Mont Katrien ligt halverwege de Mont Ventoux. Dus we krijgen hier allerlei Franse activiteiten van Franse markten, Franse brokantes. En een Frans dorp heeft een burgemeester. Dus we gaan nu op zoek naar de burgemeester van Mont Katrien. En waar moet een goede burgemeester aan voldoen? Buitengewoon gezellig zijn natuurlijk. Affiniteit hebben met Utrecht. Een beetje Frans kunnen spreken en eigenlijk gewoon heel enthousiast zijn. Waarom doe jij mee als burgemeester voor Mont Katrien? Het is een initiatief wat ook weer vrolijk is en Hoogkaterijnen een beetje vrolijker kan maken. Het begon eigenlijk Hoogkaterijnen dat het een beetje leuker ging worden met de grote koffiepot op het dak. De mancave, de boekspot en de shopboys. En dit vind ik ook weer een ongelooflijk leuk initiatief. En ik denk, daar doe ik aan mee. Een Frans dorp, dat doe ik. Nou, eigenlijk gewoon om Utrecht verschrikkelijk op de kaart te zetten. Ik denk dat het nodig is dat we eindelijk eens een keer weer in een goed daglicht komen. Er komen straks 1 miljoen mensen hier door de binnenstad heen. Ja, die moeten gewoon echt weten dat ze hier moeten zijn, ook na de tour. Ik doe mee, want ik vind het een fantastische actie om hier in deze mooie stad een eigen bergdorpje te hebben. En dat je daar dan ook nog de eerste gekozen burgemeester van Nederland van kan zijn. Wie wil dat niet, zou ik zeggen. Fantastisch. Want waarom ben jij de beste kandidaat als burgemeester van Mont Katrien? Ik ben de beste kandidaat. Ik ga mensen met elkaar verbinden, hoop ik. Ik ga heel veel mensen hierheen halen. Ik ga laten zien hoe mooi deze stad is. Ik ga laten zien hoe mooi dit bergdorpje is. Ik hou zelf heel erg van bergwandelen. Ik hou zelf heel erg van Frankrijk. En ik denk dat ik heel veel mensen met elkaar kan verbinden. En met elkaar gewoon kan laten delen in het bijzondere van de Tour en Mont Katrien. Behalve dat ik natuurlijk de enige man ben en daarmee standaard al een voordeel heb. Nee, gekheid. Ik denk dat ik de beste kandidaat ben omdat ik het heel erg klein hou bij Utrecht en bij Hoogkaterijnen. Het is natuurlijk een prachtig evenement, het is een Frans evenement, maar het gebeurt wel in onze stad. En ik denk dat we juist dit moeten aangrijpen om onze stad weer eens een keer goed op de kaart te zetten. Zodat mensen ook na de tour lekker weer komen winkelen, lekker komen eten en uitgaan in het mooie Utrecht. Dat iedereen nog meer naar Frankrijk gaat. Dat je ziet dat Fransen ook ongelooflijk aardige mensen kunnen zijn. Want dat is altijd van, het is een leuk land, maar jammer dat de Fransen wonen. Nou, we zullen hier natuurlijk ook Franse gasten ontvangen. Die zal ik ontvangen. Ik spreek natuurlijk goed Frans, maar mijn Nederlands kan er ook nog wel mee door. Dus we hebben, ik denk een wat meer nog publiciteit voor Frankrijk. En ook de Tour en ook natuurlijk Hoogkaterijnen, dat leuk is en ook heel gezellig kan zijn.